tijd. Okay. Ik kan vanaf vandaag niet meer in de zaakkerwin slapen. Werken, 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 werken. We hebben het stoomreiniger gedaan, maar het staat wit uit. Oh. Ik heb een momentje. Het sneeuwt en ik hou van sneeuw. Maar dit is ook nieuw voor mij. Ik heb nog nooit winter in een bus gedaan. 10 graden is echt wat anders dan min 1. Ik heb het zo koud en het regent gewoon echt al 3 dagen lang. Dus zelfs nu heb ik mijn bus geparkeerd en ben ik bij de staakcaravan. Maar kijk, alles is door freaking drenkt. En dan heb ik nog een soort van geluk. Dat ik nu gewoon de staakcaravan in kan. Alles is nat, alle kussens zijn nat. Ik ga thee zetten en de kachel aandoen. Die zijn helemaal aan het ontdooien. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen erom. Het zijn de lasten van de lusten. En eerlijk is eerlijk, ik heb niet koud gehad vannacht, want onder de dekens is het niet koud. Maar zodra je niet onder dekens bent, dan bevries je. Fuck. Zo, we zijn weer warm, gedoucht, gesport. Tijd voor een update. Update! Want hoi, het gaat goed. Ik heb jullie berichtjes gehad. Nee, het is eigenlijk nog niet de bedoeling om te stoppen met dit kanaal. Maar ik weet ook niet zo goed wat ik er wel mee moet doen, om heel eerlijk te zijn. Voor degenen die mij niet kennen, hoi, ik ben Sanne. En eigenlijk zijn de meeste filmpjes die hier op dat kanaal staan filmpjes van mijn reis door Europa uit mijn bus. Nu was de afgelopen 2 maanden eigenlijk best stil op mijn kanaal. Dat komt omdat ik september en oktober zo'n 50 à 60 uur gewerkt heb in de zorg. En nu ben ik weer vrij. En toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon de bus weer in. Lekker overwinteren in het buitenland. Maar om heel eerlijk te zijn, is Nederland ook wel even fijn. Dat is nu eigenlijk ook een beetje het ding. Het volgende hoofdstuk is een beetje, hoe gaan we dat combineren? Hoe gaan we het leven thuis combineren met het leven reizend uit de bus? Hoe gaan we het werkende leven sowieso combineren met het vrije leven en daarbij nieuwe projecten of creatieve dingen starten? Maar toch ook bijvoorbeeld je financiële situatie gezond houden. Dat is een beetje mijn zoektocht nog en nu. Nu en nog. Het is alle twee. Het is alle twee. Valide, wilde ik zeggen. Wat een woord. Op dit moment hebben jullie alleen het reizende deel gezien. Ook omdat dat tot nu toe eigenlijk alleen maar aan de orde was. Vanaf nu is het ook tijd voor andere hoofdstukken. Ik dacht eigenlijk, misschien is het ook tijd om eens een stukje voorgeschiedenis te delen. Het zit namelijk zo. Voordat ik dit kanaal begon in februari 2024, ging ik eigenlijk vlak voordat ik zou gaan trouwen uit elkaar met mijn partner. En verruilde daarbij, ja, ons huis en het leven wat ik op dat moment kende voor het leven wat ik nu heb of nu opnieuw aan het bouwen ben. En dat betekent dus eigenlijk dat ik dat huis verliet, bij mijn ouders introk, deze staakcaravan kocht, mijn baan van 4 dagen werken en 1 dag in de week naar school opzij, mijn diploma behaalde en opzij. En eigenlijk in februari 2024 dit jaar aftrapte met een reis door Europa vanuit de bus. Die bus, die had ik al wel. Om eigenlijk gewoon, ja, wat werkt er nou beter dan letterlijk zo'n avontuur en een frisse wind voor een nieuwe start. Om maar even zo te zeggen. Ik wist ook dat ik nooit meer zou gaan terugkeren naar het, ja, het 4 dagen in de week werken. En het huisje, boompje, beestje. Zoals de meeste mensen het leven. Gewoonweg omdat dat niet helemaal past bij mij. En er nog zoveel creatieve dingen zijn die ik graag wilde doen. Dat ik dacht, nou, het hele leven ligt nu toch op zijn gat. Dus nu is dat moment. En nu heb ik dus het eerste half jaar gereisd. Ik heb nu de afgelopen 2 maanden heel hard gewerkt. En nu ben ik weer vrij. En wil ik eigenlijk naast het reizen ook
andere dingen ontdekken. Het onderzoeken van andere werkmogelijkheden, creatieve projecten, do-it-yourself dingen, verbouwingen aan de staakerven, verbouwingen aan de bus, toch nog reizen met de bus. Misschien ook nog een periode ergens anders zijn in Europa. Daten, of dat weer een mogelijkheid is, I don't know. Meer dingen dan alleen reizen en filmpjes maken. Ik denk dat het belangrijkste is dat je daar de balans in vindt. Of tenminste, het is het belangrijkste voor mij dat ik daar de balans in vind. Om hier thuis te zijn, om hier een huis te hebben in de staakerven. Om toch wortel te kunnen schieten met de mensen die ik hier heb. En het leven wat ik hier altijd al heb opgebouwd en niet achter me wil laten. Maar ook een stukje nieuwigheid. Ook al weet ik nog niet zo goed hoe ik daar vorm aan moet geven. Visueel gezien, zeg maar, voor de vlogs. Dat wil ik nog wel graag eventjes blijven doen. Dus het zijn heel veel verschillende balletjes omhoog te houden. En hoe dat precies gaat, weet ik ook nog niet helemaal. Maar ik weet dat ik er nu in ieder geval een goed begin aan heb gemaakt. En dat we doorgaan met die zoektocht. En dat dat eigenlijk mijn zoektocht is. En nou, dat dus nu misschien ook vaker in mijn filmpjes terug gaat komen. Ik weet het niet. Maar ik dacht, in ieder geval, ik geef jullie die inzage en die update. Voor de rest heb ik dus bizar weinig opgenomen. Ik heb wat momenten, die heb ik zonder enige logica zo bij elkaar gegooid. En nou, het is een kleine compilatie voor jullie. Bedankt voor al het geduld. Bedankt voor al jullie berichtjes. Mwah! Tot snel. Werken, 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 werken. Zo. Nu een avonddienstje erop zitten. We gaan de nachtdienst in. Ik zit er gewoon weer op. De laatste dienst is voorbij. En morgen moet ik dan ineens aan bedenken wat ik wil. Ik voel me helemaal wennen. Ik moet weer helemaal wennen aan dit. Aan deze situatie. Het is nog één, kijk. Eén grote bende achterin. We gaan richting de winkel. Allemaal dingetjes kopen voor de bus. Want ook al ga ik vandaag nog niet op reis. Ik kan vanaf vandaag niet meer in de staakerven slapen. Ik kan er overdag zijn. Ik kan de douche wassen, koken. Ik kan gewoon al mijn dingen doen die ik normaal ook doe. Maar zodra het donker wordt, moet ik eruit. Dus ik heb inmiddels dit jaar gewoon denk ik een half jaar lang in de bus geslapen. In weet ik veel verschillende landen in Europa. Maar omdat ik dan nu vanavond een plekje in mijn eigen stad moet gaan vinden om te slapen, voelt het ineens gek. Het gaat natuurlijk gewoon lukken, maar het voelt gek. Ik ben in mijn hoofd de hele tijd bezig met een klopje van de politie. Dat moet ik echt even loslaten. Het is een klein beetje uit de hand gelopen met het shoppen. Ja, kijk. Het is een nogal vieze, rommelige situatie. Ik heb het verpest, kijk. Ik heb het met stoomreiniger gedaan, maar het slaat wit uit. Oh, mijn bus aan het verprutsen. We kunnen vannacht in ieder geval. Ik sta hier nu met Pieter op een parkeerplaats waar ik al jaren kom. Waar ik nog nooit geslapen heb. Ik heb een lekker bedje, nieuw dekbed. Het is goed warm, het is nog niet koud. Lekker slapen. Ik ben benieuwd of het een goede nacht wordt. Ja. Moet ik wel aan de Insta koffie? Als een echte goudse heb ik dus kaas gekocht. Eén vacuüm verpakt. Best even nieuwtjes, ja. Ja, ik ken het beter, jij kent het ook. Gaat mij een heel vervloeken, al vinden we de liefde daar vast. Gaan we naar Parijs? Ja. Gaan we naar Parijs? Ja. Wil jij filmen?
Het was wel gezellig. Ik doe dit ook nooit meer. Ik ga nooit meer een drankje doen in de kroeg of uit. Oei, oei, oei. Maar dat heb ik vannacht wel gedaan. Tot de volgende.